Er kan nog steeds gestemd worden voor de Provinciale Statenverkiezingen. De opkomst is hoger dan 4 jaar geleden, maar nog steeds dramatisch laag. Veel kiezers blijven liever lekker thuis zitten. Iemand die echter alles trotseert om iedere keer de gang naar de stembus wel te maken, is Richard Weigle. Hi Richard, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik bel dus of men kan helpen met mijn jas. Of ik je even kan helpen met je jas? Ja. Waarom gaat u stemmen? Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Ik kan zeggen, ja, die ene stem, maar... Vooral in deze tijd. Wat heeft u voor ziekte? Ik heb MS. Progressieve vorm. Sinds 96 is dat. Heeft u ziekte u belemmerd in het stemmen? Of bent u altijd gegaan? Ja, toch wel. Ja? Dat heeft me niet belemmerd, nee. Ik kom achter je langs. Wat vindt u ervan, dames, dat hij wil stemmen? Nou, dat is heel goed natuurlijk, hè. Wel belangrijk om te stemmen. Ja. Zeker als je van zorg afhankelijk bent in dit land. Wat je mee moet nemen, hè. Zullen we je stempas meenemen? Waar heb je die liggen? Op de tafel. Oké, stoppen we die bij de stemkaart. Nou, alsjeblieft. Volgens mij weet u precies hoe dat werkt, want u komt elke keer, hè? Ja, toch? Welke partij wordt het? SP wordt het. Ja? Ja. En waarom? Nou, ik vind, vooral als gehandicapte, dat je toch liever voor SP kunt stemmen. Want ze echt goed opkomen voor minder verdieners sowieso. Het lijkt me daarom de juiste keuze. Ja, ga je gang. Ja? Ja, bedankt. Zet maar los. Ja, los. Goed, okay, bedankt. Hartstikke bedankt. Ja.